De Graafschap komt vrijdagavond na het gewonnen bekerduel voor de tweede keer in 4 dagen in actie. Op de Vijverberg wacht een ontmoeting met Jong Ajax dat enkele sterkhouders mist door een griepgolf bij de hoofdmacht. Bij winst klimmen de superboeren over de Amsterdammers heen. Bij Ajax hebben we gezien dat daar nodige griepgevallen zijn. Misschien is dat ook bij Jong Ajax aan de hand. Maar alle jongens die gisteravond op de bank zitten, die gaan tegen ons spelen. Dat zijn de jongens die normaal spelen. Dus. Ja, het is een hele leuke wedstrijd natuurlijk, omdat je de jongens kent. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we ook winnen. Dus, maar ja, ik heb het gewoon weer een wedstrijd, dus ik heb er heel veel zin in. Verdediger Rio Hillen treft vrijdagavond veel bekenden. De 19-jarige verdediger speelde tussen 2019 en 2022 in verschillende jeugdelftallen van Ajax. En speelde 25 wedstrijden voor Jong Ajax in de keukenkampioendivisie. Ik denk dat de spelers die hebben gespeeld, die natuurlijk niet meegaan. Maar ik denk de jongens die misschien op de bank zaten, die wel mooi gaan spelen. Maar ja, ik ken ze wel, dus ik ben benieuwd met wie ze komen. Het is altijd een verrassing eigenlijk. Heb je nu onderling nog een beetje veel contact, een beetje plagen af en toe, of valt dat nog mee? Nou, dat valt op zich nog wel mee, maar af en toe heb ik nog wel contact met spelers. Maar ja, ik heb vaak contact met Kian, een goede vriend van mij. Maar die had natuurlijk gisteren 90 minuten gespeeld. Dus die zal vrijdag niet spelen waarschijnlijk. Is dat jammer? Ja, ik vond het wel jammer. Ja, ik wil altijd wel tegen hem spelen. Hij is wel echt een goede vriend. Volgens Poldervaart maakte het in de voorbereiding geen verschil met welke selectie de Amsterdammers naar de Achterhoek komen. In principe zijn het allemaal technisch vaardige spelers met iedereen hun individuele kwaliteiten, waardoor ze soms iets beter kunnen dan anderen. Nou ja, als je uiteindelijk de opstelling hebt, dan heb je dat door. Maar het belangrijkste is hoe je zelf de wedstrijd ingaat. Dus of je nou Piet, Kees of Henk heet. Dat is in die zin niet zo belangrijk. Het belangrijkste is wat je zelf op de mat legt. Daar zal de meeste focus op liggen. Dat wij gewoon zelf zorgen dat we fel zijn. Dat we doordekken. Dat we ze niet laten voetballen. Jan Lammers en Mees Bakker ontbreken vanwege hoofdblessures. Voor de rest kent de selectie nog enkele twijfelgevallen. De laatste thuisoverwinning van de Superboeren dateert van november. Poldervaart wil de Superboeren belonen met een overwinning voor hun onvoorwaardelijke steun. De wedstrijden voor de winterstop was natuurlijk hartstikke frustrerend en niet goed. Dus ja, dat is het mooiste als je thuis altijd wint. Dan heb je in ieder geval thuis een volle bak. Nou, die volle bak is er ook als we niet winnen. Dus dat is prachtig. Daarom zei ik afgelopen dinsdagavond tegen jullie: mensen, alsjeblieft, kom naar de Vijverberg om ons steun, want dat hebben we nodig. En als je die mensen dan wat terug kan geven in de vorm van winst, maar in ieder geval in de vorm van mogelijkheden en kansen, waardoor je het gevoel krijgt, hij zou nu wel eens kunnen vallen. Ja, dat is geen wat je wil geven.